We hoorden vanavond van professor Andrews een hele mooie uiteenzetting, een heldere uiteenzetting over de vraag: wat is de mens? Hij oriënteert dat aan Psalm 8 en ziet dan dat over het mens zijn alleen maar op een goede manier gesproken kan worden in verbinding met God, de schepper. En vervolgens heeft hij allerlei theorieën ontvouwd waar juist met uitsluiting van God als schepper gepoogd wordt om het geheim van het mens zijn te definiëren. En dan krijg je een kosmologische of een biologische of een psychologische theorie. Maar in al die theorieën zie je een sterke reductie, uiteindelijke reductie van mens zijn tot louter iets materieels. Waarbij het specifieke van het mens zijn als onder de schepselen uniek, naar Gods beeld geschapen, moreel, hoogstaand wezen, dat gaat dan verloren. Het is zijn drive om die hoge positie, dat heldere inzicht in het mens zijn, bijbels onderbouwd, naar voren te brengen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. En dat is het boeiende van deze avond. Ik hoop dat het boek breed, ook in de kringen van mensen die bij opvoeding, bij onderwijs betrokken zijn, ook prediking, dat het mensen zal helpen aan goede argumenten. En ik signaleer soms een te grote bescheidenheid van, ja, dit gaat over zulke moeilijke wetenschappelijke vragen, daar zullen de geleerden het wel beter weten, terwijl op deze manier iets wordt overbrugd, dat je ook breder argumenten krijgt aangereikt om toch die bijbelse inzichten over het mens zijn recht overeind te houden.